Hallo beste mensen, dit is Zinzingabir. Vandaag heb ik een beetje een aparte onderwerp. Het gaat over je thuisadministratie opruimen. Ik ben helemaal geen expert en ik ben ook geen professional organizer. Maar ik wilde toch een paar dingetjes vertellen. Ik gebruik thuis, gebruik ik Elastomap. Dit is een Elastomap met een elastiekje hier. En een elastiekje daar. Het is kunststof, het is licht, het is transparant. Deze, je hebt ze ook in een andere versie met karton en zo. En hier bewaar ik bijvoorbeeld mijn aankopen in. Ik heb voor iedere onderwerp heb ik een andere elastomapje. Ik heb ook deze kleur. En ik heb ook deze. Ik heb ook deze kleur. Oké, ik bewaar al mijn mappen bewaar ik in een bakje, in deze bakje. Ja. Ik heb twee van deze bakjes. Twee van deze bakjes en dat is mijn hele administratie. En de elastomappen, ik ben er helemaal gek op. Ze zijn lekker snel, lekker makkelijk, lekker handig. Wat ik vroeger gebruikte was dit. Vroeger gebruikte ik ordners. Ja, ordners. Maar vijf dingen die ik lekker vind aan de Elastomap. Het is lekker licht. Als het regent, dan worden je documenten niet nat. Het is makkelijk te transporteren. Je hebt geen perforator nodig. Je hebt geen tabbladen nodig. Je hebt geen, je hoeft geen gaatjes te prikken, zoals ik net al zei. En erin te doen. En, dit is lekker snel. Je doet zo die elastiekje zo. En dan doe je hem zo open. Je legt, het heeft drie kleppen. Je doet die document erin. En dan woeps, oké, doe je zo. En klaar. Snap je? Dus dat waren de vijf dingen die ik prettig vind aan de Elastomap. En het is transparant, dus er hoeft niet per se een sticker op. Je kan gewoon door die hoesje kijken wat er precies in zit. Oké. Ja, ik heb gisteren mijn administratie gedaan. Ik heb drie, had ik dat al gezegd? Ik heb drie volle boodschappentassen in de gang staan met papieren die naar de papierbak moeten. Ja. En ik heb uiteraard heb ik alles door de versnipperaar gedaan. Zodat niemand mijn gegevens kan lezen. Maar het is belangrijk om je administratie keurig op orde te hebben. Mapjes met dingen zoals voor je hoer, voor je water, voor je licht, voor je school, voor je hobby, voor je kinderen, voor je sport, voor verzekeringen, belastingen, al dat soort dingen. Je werk, het is gewoon heel prettig als je alles kunt vinden en alles netjes bijhoudt. Oké, like en deel en word lid van mijn kanaal. Oké, doei!